Het aquarium is inmiddels al opgehaald. Dat is ook mooi, dus die is ook weg. Maar ik ben vooral aan het werk geweest. Dus nou ja, ik ga nu nog even wat doen. Dat is tenminste waar ik altijd mee begin, met 13 minuten. En dan proef ik of die gaar is, of dat er nog 2 of 3 minuten bij moeten, of minder. Of... Hallo, goeiedag. Het is hier al 1 uur. Vanmorgen heel hard aan het werk geweest, allerlei voorbereidingen voor school gedaan. Het zijn allemaal belangrijke dingen, zeg maar. Dus ik ben eigenlijk de hele ochtend bezig geweest. Ben ook even op school geweest om even de planten te brengen die ik van mijn moeder had gekregen. Dus die staan daar nu inmiddels. Wat heb ik nog meer gedaan? Het aquarium is inmiddels al opgehaald. Dat is ook mooi, dus die is ook weg. Maar ik ben vooral aan het werk geweest. Dus nou ja, ik ga nu nog even wat doen. Video's editen. En ondertussen ben ik er ook even aan terugkijken. En een huis vol. Die had ik nog niet gezien omdat ik gisteravond weg was. Daarover kon je in de vlog van gisteren meer horen. Maar goed, ik ga lekker aan de slag hier. Eventjes video editen en dan door. Ik zou met de hond gaan lopen, maar er komt nog net weer even een bui voorbij. Dus we moeten heel even wachten. Die is over een minuutje of 10 klaar. En gaan we dan even lekker een rondje lopen. Ga ik ondertussen hier de keuken eventjes opruimen. Dat lijkt mij een heel goed idee. Zo, wat een gaap. Wil je wel mee? Wil jij wel mee? Ja? Oh, moeten we eerst even aaien. Oh, even lekker op zijn billen. Nou ja, bovenkant van zijn rug. Hé. Hey. Ja, gaan we? Wat ruik je? Ruik je Puk nog? Ja, dat zal wel van gisteren. Hé, hey, jij. Het is toch wat? Oh. Nou, we gaan wandelen. Zo, de hond is uitgelaten. We hebben lekker een eind kunnen lopen. Er komt zo meteen wel regen aan. Maar die zijn wel lekker vol geweest. Hier is het leeg. Want het hamstrok is hier weg. Er staat alleen nog een kastje met wat puzzels erop. Maar hier komt dus een grote kast. Die, of hij komt zo. En dan schuif ik de boosrits op. Of hij komt daar tussen het stopcontact staan. Dat moest ik even opmeten hoe groot dat was. Ik ga even een centimeter zoeken. Heb ik die weer hier iets in gedaan? Ik heb hem gisteren gehad om wat op te meten. Ik weet alleen niet waar ik hem nu gelaten heb. Even zoeken. Wat is 95 is de max. En wat kan ik hier kwijt? Hier kan ik een meter kwijt. En dan komt er hier een kast. Zo. Dat is misschien ook wel zo handig. Oké. Okay. Dus even kijken hoe breed kasten zijn. Maar het kan dus een kast van een meter of een kast van 95 centimeter kwijt. Tijd om eens een rondje te gaan googelen. Oh, en de centimeter lag gewoon netjes op de stoel. Die was gevallen. Maar goed, die kamer opruimen is nog iets van morgen. Misschien ook eens even kijken naar wat andere dingen dan. Ik ga eens eventjes een video editen. Nummertje 2 vandaag. Zo, het is... Ik denk 3:30 of zo. 4:10. En ik heb mijn computer al lekker uit. Ik heb alles geüpload. Hoe zeg je dat? Nu ga ik even kijken of ik nog... Maar ik heb schijfjes voor Emily. Ja, die heb ik nog. Dus die kunnen hier mooi blijven liggen. Kan zij vanavond aardappelschijfjes bakken. Ga ik even de pannetjes schoonmaken. Want we eten lekker spersieboontjes. Met saucijs. Want die vond ik in de uitverkoopbak. Ik vind het helemaal prima. Het is hier geloof ik weer droog. De deur weer open zetten, Raaf. Dan kun je weer naar buiten. Inmiddels heeft het hier vandaag al 10 mm geregend.
Het is echt af en aan met buien en zo. Maar vanmiddag was het heerlijk. Ik heb lekker een dikke uur gelopen met Raaf. Het was echt lekker. Maar nu even de bonen schoonmaken. Ik heb 500 gram, denk ik. 522 gram. Nou, die ga ik even schoonmaken. Vlees, staat lekker te pruttelen. Bonen gaan nu aan de kook. En dan koken die ongeveer 13 minuten. Dat is tenminste waar ik altijd mee begin, met 13 minuten. En dan proef ik of die gaar is, of dat er nog 2 of 3 minuten bij moeten, of minder. Of dat, zo. En dan krijg je precies beetgare bonen. En ik laat ze van tevoren altijd een poosje in water weken. Water staan, koud water. Dan worden ze net even wat lekkerder, vind ik. Ja, dat is maar net een keuze. En er gaat geen zout, water, geen zout in het water overigens. Dat is niet nodig. Doe maar. Hij wil spelen, denk ik. Heb je de piep? Ja. Kom maar. Mag ik hem? Doe maar los. Los getel. Ja. Nou, die gaat zich hier wel even van maken. Zo, ik zit boven te wachten tot de video is geüpload. Ik heb lekker mijn boek mee van Manuela Inusa, deel 2, de chocolaterie van je dromen. Daar ben ik lekker in het lezen. En ondertussen zet ik zo slimste mensen aan. Het is 8:30. Ik wil vanavond wel op tijd naar bed, want gisteravond sliep ik pas om 1 uur. Dan was ik om 7 uur wakker. Nee, 6 uur wakker. Dus ik ben nu wel een beetje moe. Ik heb vandaag echt een hele productieve dag gehad. Dingen afgerond, ingeleverd, opgestuurd. Naar school geweest, voor schooldingen gedaan. En het was een even goed een drukke dag. Dus nu lekker eventjes even wachten tot de video geüpload is. En dan lekker douchen, pyjamaatje aan. Nog even lezen. Ik denk dat zo hier rond om 9:30, 10 uur het licht al uitgaat vandaag. Vroegetje. Ja, weer een dag ten einde. De vakantiedagen die vliegen echt voorbij. Die laatste week helemaal, omdat je toch heel veel bezig bent met voorbereiden. Ook voor de komende periode, voor de komende tijd. Voor het weer starten met school. Dus ja, het zijn soms een beetje rommelige dagen voor mij. Zeker in mijn hoofd zijn ze een beetje rommelig. Ik wil jullie in elk geval bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Hele fijne dag als jij deze video 's morgens hebt gekeken. Kijk je naar 's avonds? Slaap lekker. Mooie dromen. Morgen ben ik er weer. Weer een nieuwe video. Tot dan.